zijn live. Zijn we live? Beste kijkers, beste luisteraars. Welkom op de tweede dag van het Nova College NK Jeugdschaken 2011. En het is ook voor ons even wennen. Want de verbindingen werken, dus we hebben nu echt weer alles omgebouwd. En terwijl Hiesem nog even kijkt of wij ook een klein beetje te horen zijn overal. Nou, daar gaan we wel vanuit. Zo. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb vannacht weinig geslapen. Ja? Ik heb heerlijk geslapen. Jongen. Nee, we hebben het heel erg druk gehad. Ook met de verslaglegging, eerste keer voor nieuw toernooi, nieuw format. Jongens van de persdienst hebben heel erg hard gewerkt. Bravo. Gaat alles goed? Ja, alles gaat prima. We hebben nu al eindelijk helemaal perfect internetverbinding. Dus we gaan vanmiddag mooi uitzenden. Oké. Ik heb wel heel veel e-mailtjes gekregen op chesscool@live.nl. En dat is dat de mensen vragen zo waarom jij zo zit te hijgen. Zit ik te hijgen? Je hijgt heel erg. Dus ze vroegen zich af hoe het met jouw conditie is. Ik heb gezegd, nou ja, ik weet niet, maar ik ga het gewoon aan hem vragen. Maar sport jij? Ja, best veel. Oké. Ja, ik weet niet. Misschien zit het microfoontje net onder mijn neus of iets. Oh, dat zou kunnen. Zijn ook van die goedkope microfoontjes. Ja, zijn we die goedkope Sennheisers, ja. Zijn hele goedkope, ja. Ja, goedkope Sennheisers, ja. Ik weet niet. Ik zal opletten. Oké. Wat is dit? Ik zie daar nog offline, maar dat zijn wij niet, hè? Ja. Oké. Maar je bent niet. Oké. Hey. Wat is er te melden over vandaag? Ja. Nou, als we even de deelnemerslijst erbij pakken. Vandaag ronde 2. En er zijn eigenlijk al gelijk een hoop hele spannende wedstrijden. Oké. Want in de A-jeugd bijvoorbeeld speelt op bord 1 Milan Mossetman met wit tegen Lars Otis. Ah, oké. Lars als favoriet. Oké. Maar Milan is een erg sterke en gevaarlijke speler. En even kijken wat speelt. Ik geloof dat Milan E4 speelt, dus ik denk dat het hoe heet die opening? 1D6 en G6 en zo. Oké, dus dat wordt wel een leuk partijtje om te volgen. Dat wordt wel een leuk partijtje, ja. Ik denk dat Milan ook flink heeft voorbereid. En bord 2, Paalt en Verge tegen, of Hugo ten Hertog tegen Paalt en Verge. Ik denk dat Hugo die eigenlijk wel redelijk makkelijk wint. Ja. Hugo is toch wel de sterkere speler naar het wit. En met wit is hij ook best wel goed. Oké. En bord 3, Nicky Lal tegen Arthur Pijpers. En ik zou echt niet weten wie daar favoriet is. Want nou, kijk eens. Op rating is Arthur natuurlijk favoriet. Maar Nicky, die is echt heel goed. En vooral met wit. Maar zien wij Arthur Pijpers hier al nu achter zijn bord zitten? Zit hij achter zijn bord? Oh ja, ik zie hem zitten. Ja, dus dat is toch een vorm van concentratie. Nee, maar toch, deze jongen die heeft iets. Ik heb hem wel eens gevolgd. Hij kan ongelooflijk geconcentreerd zijn en in de ene gebeurt er iets, een boom, wegpartij. Ja. Misschien wel overconcentratie. Kijk hem zitten, hij zit al helemaal klaar. Ja. Voel in zijn partij. Maar toch, ja, ik weet niet. Ik vind Nicky Law in die partij de favoriet. Nicky is echt met wit echt heel goed. Ja. Wat hebben ze gisteren gedaan? Allebei gewonnen? Ze hebben gisteren allebei gewonnen, ja. Dat zijn allemaal mensen met 1 punten. Oké. Want ik heb afgelopen jaar zat ik een paar keer naast Nicky tijdens de jeugdcompetitie. En hij speelde bijvoorbeeld de laatste ronde tegen Roger Meng. Die natuurlijk erg sterk is geworden de laatste tijd. En hij speelde hem echt helemaal weg in 20 zetten won hij al met wit. Oké. Okay. Nicky is echt heel goed met wit. En vorig jaar deed Nicky het ook heel goed op het NK. Oké. Okay. Dus dat de locatie ligt er misschien wel. Niet ver, hij woont hier niet ver vandaan en zo. Ja, bord 4 is overigens een interessante partij. Want het zijn twee clubgenoten, zelfs twee kamergenoten dit toernooi. Dat is Vincent Blom tegen Jorik ten Hagen. En ik weet niet, ik gok dat ze een remise gaan spelen. Ze zijn toch redelijk aan elkaar gewaagd. En we hebben gisteren gezegd dat Jorik, Jorik zou dit toernooi niet mogen winnen. Aan de andere kant, Jorik is wel iemand die het zomaar kan winnen. Ja. En Vincent is de gevaarlijke outsider. Ja. Zou het eigenlijk niet moeten winnen, maar kan zo hard zijn. Dat als hij net toevallig deze week 9 goede partijen speelt, dat hij gewoon Nederlands kampioen is. Mm-hmm. Oké, verder in de A-groep. Natuurlijk verder ook nog interessante wedstrijden, maar de ratingverschillen worden erg groot. Misschien nog op bord 6 speelt Miekwel tegen Armen Hagayan.
dat is misschien ook nog wel een interessante partij. Voor de rest allemaal redelijk grote verschillen in rating en sterkte. Oké. Okay. En dan A-meisjes. Die spelen niet Zwitsers... hoe heet het? Die hebben gewoon die... spelen allemaal een keer tegen elkaar, een tienkampje. Dus daar is het niet zo dat vandaag bijvoorbeeld sterke tegenstanders tegen elkaar spelen. Okay. En dat zie je ook in de indeling. Ik zie niet echt een clash vandaag. Niet echt. Nee. Oké. Okay. Nee, er zijn niet echt interessante partijen vandaag. Ja, Lisa Hortensius tegen Annemarije Kazarian. Dat zou nog wel interessant kunnen zijn. Want Annemarije Kazarian, die was... die zou de C-groep spelen dit jaar. Maar er viel iemand uit, volgens mij... Hoe heet ze ook weer? Naomi Snickers. Die werd ziek vrijdag. Oké, okay, dat is vervelend. Ja. En toen is Annemarije Kazarian, die eigenlijk nog een D'tje is, of een E'tje misschien zelfs... is gewoon van de C naar de A gegaan. Oké. Okay. Dat is echt... ze is 11 en ze speelt al in de A. Zo, dat is heel mooi. Dan doen we wel even de groeten aan Naomi. Naomi, we missen je. En het is jammer dat je meedoet. Beterschap. En beterschap. In de B, B-jeugd. Even kijken. Ik zie Marco Kirana tegen Ivo Maris. Ja. Ik gok dat Marco... Marco is ook heel goed met wit. Dan speelt hij hele rustige opening. C4 of... Ja, die zal Marco wel winnen. Oké. Okay. Ja, ik zie verder ook op bord 1 Bas Haver tegen Roger Meng. Ik denk niet dat Bas echt opgewassen is tegen Roger. Tweede ronde bij de B is nog redelijk groot verschil in rating. Beukema tegen Ratsma. Ik zie Ratsma ook niet echt winnen met zwart. Nee, in de B zijn er denk ik nog niet heel veel spannende wedstrijden vandaag. Ik denk ook niet heel veel verrassingen. Nee, en dan bedoel je spannend met het oog op de uitslag, hè? Want het kan nog steeds een hele spannende partij zijn. Ja. Maar ik denk niet dat er veel onverwachte uitslagen komen. Oké. Okay. B-meisjes, ook een tienkamp. Als het goed is, is het niet. Ik heb het niet goed. Ik zie 6 borden. Oh ja, dat is gewoon Zwitsers. Daar speelt Diana Dalemans tegen Nilofar Skander. Ik denk dat Diana die redelijk makkelijk gaat winnen. Diana is wel echt een stuk sterker. Oké. Okay. Rosa Ratsma tegen Sofia Thoma, dat is een interessante clash. Want ze zijn allebei rond het niveau 1800 volgens mij. Rosa volgens mij 1700, Sofia 1800. Dus dat gaat wel een interessante wedstrijd worden. Het is ook nummer 2 tegen de nummer 3 geplaatst. Oké. Okay. En we hebben Frederik tegen Frederik. Frederik tegen Frederik? Ja. Ah, die moeten we wel volgen dan. Frederik tegen Frederik. En welke Frederik tegen welke Frederik? Dus wie heeft er wit? Frederik Lacour met wit. Aha. Onze Frederik Lacour van Chess School. Ja. Tegen Frederik Klopstra. Maar dat is ook een beetje onze Frederik. Dat is ook een beetje onze Frederik, ja. Klopt. Oké, okay. Dus onze Frederikjes spelen vandaag tegen elkaar. En ja, ze zijn ongeveer qua niveau, hebben ze allebei 1400, dus ik kan niet voorspellen wie dat gaat winnen. Oké. Okay. Nou, wij zien inmiddels dat de spelers zich allemaal gereed maken. Zien wij dat? Ja, dat zien wij. En dat betekent dus dat de tweede ronde zo meteen gaat beginnen. Spannend. Ga door. Zeker. Laten we nog even de C-jeugd, de C-jeugd doornemen. Bij de C-jongens. De C-jongens. Daar speelt op bord 1. Dat is wel een interessante wedstrijd. Masha Bitalzadeh tegen Lars Verregge. Oké. Okay. Masha heeft 1800 volgens mij. En Lars iets in de 2000. Lars eerst geplaatst. Masha heeft wit. Goed, Masha is natuurlijk... het is het zusje van Ali Bitalzadeh. Aha. En even kijken. Ja, Ali slaapt toevallig bij mij. Hij is half mijn huisgenoot. Een halve muisgenoot? Half huisgenoot. Oh, hij is half huisgenoot. Wij hadden trouwens gisteren... Ik weet niet, het is ook een beetje een catch-up dit natuurlijk. Wij hadden gisteren 2 keer een muis in de zaal. Is dat zo? Ja, echt maar. Ik geloof dat de eentje die liep door de toernooizaal. Dat weet ik niet zeker, maar ik dacht dat hij door de toernooizaal liep. En die andere die liep in de hal. En ze hebben ze wel allebei gevangen en buiten gezet. Dus voor de kijkers die
vrienden zijn van dieren. We hebben ze keurig netjes buiten gezet. Maar dat was wel eventjes een kleine sensatie. Oké. Ja, dus Ali stond vanochtend vroeg op, weet ik. Ik ging al vroeg weg en hij zou nog met zijn zusje gaan voorbereiden. Als dat zo is, dan zou het best kunnen dat Masha een hoop theorie op het bord gaat toveren. Oké. Maar volgens mij vult Lars altijd een beetje aparte openingen. Ja. Dus, ik weet niet. Maar Lars is denk ik wel de favoriet. Yes. En even kijken of we verder nog... Thomas Beerts zal denk ik wel redelijk makkelijk winnen van Dave Lawyer. Thomas is toch wel echt een stuk sterker. Okay. Renzo Ducarmon, die kan van iedereen winnen, iedereen verliezen. Net als zijn broer Quinten. Quinten kan echt van... hij wint van IEM's, hij verliest van 1800 spelers. Zijn broertje is net zo. Hij speelt tegen Hinting Law. Volgens mij is het Hinting Law. Gaan we aan hem vragen, toch? Gaan we straks Hinting Lai. Volgens mij, is dat het? Ja, Hinting Lai. Zeg het eens, Hinting Lai. Is dat niet het jongetje dat vorig jaar tijdens het NK jarig was? Zal hij dit jaar ook wel tijdens het NK jarig? Ja. Maar zeg, geen cadeautje mee te nemen. Nee, maar zeg nou Hinting Lai. Hinting Lai. Heel goed zo. We gaan wel vragen of het ook echt zo is, maar volgens mij wel. Want ik heb hem vorig jaar geïnterviewd. Ja. Leuk jongetje. Het zijn natuurlijk allemaal leuke jongetjes, maar... Veel passie. Veel passie. Oh, en op bord 5 zie ik een leuke partij. Robin Engelberts tegen Robin Lecomte. Dus Robin tegen Robin. Ja, dat is niet alleen het leuke, want het zijn allebei ook jeugdtalentjes die volgens mij nog geen C'tjes zijn. In ieder geval, Robin Lecomte was vorig jaar nog geen C'tje toen hij meedeed in de C. Oké. Okay. Misschien dit jaar inmiddels wel. En Robin Engelberts is volgens mij nog E of zo, die is 11 jaar. Mm-hmm. Dus ook dat is de match tussen de twee jonge talenten. Oké. Okay. En als ik verder zo kijk... Dus het is Robin tegen Robin en Frederike tegen Frederike. Ja. Dus het is zo dat er in de tweede ronde, omdat het de tweede ronde is, spelen de mensen die dezelfde voornaam hebben al tegen elkaar. Ja. Oké. Nou, dan weet ik dat ook weer. Goed. Dat heb je heel goed. Volgens mij zijn ze bezig met... De C-meisjes. Volgens mij zijn ze bezig met beginnen. Onze camera is af en toe een beetje zoek, maar... Het zou ook gek zijn als we helemaal zonder technische problemen zouden zitten. Nou, we zijn toch een... We zijn al in het opgeschoten. Ja, precies. Het gaat heel erg goed. Oké, dus dit was het? Nee, de C-meisjes. De C-meisjes. Tuurlijk. Waar Katelijne Sanders eerst geplaatst is. Tuurlijk. Die speelt tegen Sylvia van der Werf. Ja, de C-meisjes ken ik eigenlijk niet zoveel personen van. Ik weet dat Katelijne Sanders wel echt een sterke speelster is. Ja. Maar de rest ken ik niet echt. Oké. Maar goed, ik denk dat ook daar nog niet heel veel spannende wedstrijden zijn. Nog niet? Nee, ik denk ook dat de favorieten wel echt gaan... ik zie Olivia Ming tegen Maaike Keetman. Dat is wel een interessante wedstrijd. Olivia heeft gisteren remise gespeeld tegen... volgens mij... Xadia. Weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. Ja, volgens mij wel. Ja, oké, ik zie ook dat ze allebei een halfje hebben. Oké. En Olivia Meng tegen Keetman. Keetman is volgens mij, Mike Keetman is best wel een aardige speelster. Dus dat kan nog best wel een interessante partij worden. Oké. Nou, ik ga een voorspelling doen. Vandaag gaat er een favoriet verliezen. Ja, dat is wel een beetje een algemene voorspelling. Nou ja, maar nee, ja, hallo. Ja, maar jij, nee, maar jij... Je in de A-groep? Nee, jij hebt bij alle groepen gezegd... Geen spannende partijen. Nee. Dus ik zeg nu, vandaag gaat er een favoriet verliezen. Ben je aan het jokken? Vandaag gaat er een sensatie plaatsvinden. Ben je aan het jokken? Ik heb toch zeker gezegd dat er in ergens in de groep... In de B, de A-jongens, daar zijn echt een hele hoop spannende wedstrijden. Want daar zitten ze gewoon allemaal... Okay. De eerste 4 borden hebben ze allemaal 2200 of hoger. De eerste 5 borden zelfs. Allemaal 2200 of hoger spelers. Dus het zijn allemaal gewoon interessante wedstrijden. Oké, nou wij zien nu... dat die jongens ook begonnen zijn. Ja. Dus de aftrap is er. En nou, dat was de voorbeschouwing. Dankjewel. Ja, je ook. Dan gaan wij in de zaal kijken. Wij zijn